Een hele goede zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes Zondagmorgen Praat. Vier rondjes vandaag. We hebben vandaag geen wedstrijd, dus ik heb het wat laat kunnen doen. Een half uurtje, maakt het uit. Maar het was lekker weer. Begon met min 1 op de telefoon. En het was lekker. Het zonnetje schijnt. Heerlijk weer. De temperatuur in het algemeen wordt natuurlijk niet zo heel erg hoog vandaag. Maar al met al, gewoon lekker weer. Nogmaals, het zonnetje kan erbij. Tijdens het hardlopen in het bos, nou, dat is gewoon genieten. Dat is gewoon leuk. Nogmaals, vier rondjes. Het waren niet de snelste rondjes. Maar volgens mij, ik heb nu ook even niet meer op de gegevens gekeken, maar volgens mij wel redelijk constant. Dus niet met een piek. Dus vorige week had ik het eerste rondje geloof ik iets van 6 minuut 33 en het laatste rondje was 6 minuut 4. Dus ja, daar zit een te groot verval in. Het is natuurlijk wel goed dat je uiteindelijk 6 minuut 4 loopt, maar constanter is fijner. Goed. Nogmaals, ik heb niet gekeken op de gegevens wat vandaag geworden is precies. Dus ja, dan moet ik even afwachten. Nogmaals, vandaag geen wedstrijd. We hebben woensdag een wedstrijd. Orion 1-0. Want de competitie wedstrijd was vorige week woensdag geweest, maar die is afgelast. Dus nou hebben we deze woensdag gezet. Morgen trainen in plaats van dinsdag. En deze dag waren we eigenlijk al vrij. Dus ja, we hebben vrij gehouden. Dat is wel leuk, kan ik zondag iets anders doen. Ik had overigens mijn pas meegenomen om zo meteen te gaan fitnessen, maar het heeft iets langer geduurd allemaal. Dus ik denk dat ik het toch niet doe. Ik had weer gewoon mijn normale oefeningen gedaan. Ik had weer een oefening erbij verzonnen. Dus dat was wel een leuk oefeningetje trouwens. Die pakte wel even nog een keer extra op de benen. Goed, dat was het. En wat hebben we nu? Er komen leukere dagen aan, qua weer in ieder geval. Dus dat is altijd prettig. En voor de rest eigenlijk weinig bijzondere dingen. Natuurlijk nogmaals, ik hoef niet meer op de zaterdag met de training. Met de competitie met de meiden, daar ben ik uitgestapt. En aan de ene kant vind ik het steeds jammer dat ik het gedaan heb, maar ik merk toch wel de maandag en de woensdag die ik nou vrij heb en de zaterdag, kan ik er ook wel van genieten op dit moment. Ik vind het ook wel lekker dat je toch weer andere dingen kan doen. Je kan op maandagavond, morgenavond, kan ik normaal gesproken dan sporten en morgenavond moet je dan voetbaltraining. Maar woensdag kan ik woensdag gaan sporten. Woensdag gaan fitnessen. We merken in sommige gevallen toch wel dat het wat fijn is. Dat natuurlijk de leeftijd gaat ook meespelen. Ja, ik wil toch proberen om nog in ieder geval enigszins fit te blijven. Ja, dat kun je dan doen door dan of te gaan fitnessen of door hardlopen. Het mooie weer komt eraan, dus het blijft langer licht. Dus ik kan misschien dat ik ook tussendoor een keer zeggen van ik ga tussendoor een keer hardlopen. Na het werk of zo. Of op de maandag of op de woensdag, een van de twee. Nou, dat soort dingetjes. Dus we gaan leuke tijden tegemoet. Qua weer. Qua andere zaken is het toch altijd even afwachten hoe dat allemaal uitpakt. Maar voor de rest, het ziet er eigenlijk allemaal wel leuk uit. Oh, wat ga ik nou doen? Ik moet hem hier opzetten. Yep. Oeh, zo, was die weer. Zondagmorgen praatje. Een korte.
eigenlijk ook niet zo heel bijzonder. Het was, ja, het was een rustige, wel een drukke week vandaag met, of deze week met werken. Maar het, ja, gewoon normaal. Niet te hectisch. Alhoewel, ja, zeg ik misschien ook weer verkeerd. Maar goed, ja, nou, bij deze ga ik in ieder geval zeggen, het was wel leuk. Vond ik tenminste. Ik vind het zelf ook leuk. Dan in ieder geval graag een blauw duimpje omhoog en even abonneren op de kanaal. En dan zie ik je volgende week zondag weer. Ik denk dat ik toch ga proberen om, om te kijken dat ik toch misschien wat meer kan gaan vloggen weer. Want ja, ik vind het wel leuk. Natuurlijk onderwerpen die mis ik soms. Soms dan heb ik dit praatje en dan ben ik er klaar mee. En dan denk ik misschien weer wat te binnen van, oh ja, dat was misschien wel leuk geweest. Of dit of dat. Of... Maar goed, ik wil me wel een beetje aan dit stukje houden van zondagmorgen praten. Zoveel mogelijk onbewerkt. Gewoon zeg, ik neem het op en het gaat erop. Natuurlijk, ik wil wel trouwens even kijken. Dat moet ik misschien wel even doen, want ik twijfel eigenlijk of dat ik die van vorige week er wel op heb gezet. Dat ga ik dus eventjes bekijken. Als dat zo is, dan komen er vandaag 2. Daar moeten ze even naar kijken. Ik ga nu, dit schiet me gewoon niks binnen. Ik weet niet eens of ik vorige week nog de vlog van vorige week zondag erop heb gezet. Ik ga nu twijfelen. Ik heb het niet meer nagekeken, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon even niet, dus ik moet even kijken. Dus het kan zijn dat er na afloop, of misschien hiervoor, dat ik nou wel een keer ga monteren, dat ik ze alle twee in één vlog zet. Of ik zet die ene toch naar eerder op en dan deze erachteraan. Ik weet niet, anders komen er vandaag in ieder geval 2 op. Is het niet zo, dan blijft het gewoon bij eentje. Maakt niks uit. Blijft even goed leuk. Dus nogmaals, vind je het toch leuk? Wat ik doe. Oké. So be it. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Dan komen er weer meer. Want als het uitgebreid wordt. Ja, dan. Ja, dan kan ik meer gaan doen. Zo simpel is het gewoon. Als ik meer zogezegd YouTube tijd genereer door kijkers, kan ik uiteindelijk meer. Zo simpel is het gewoon. En ja, dan word ik ook wat natuurlijk word je ook een beetje door gemotiveerd dan voor jezelf. Alhoewel ik toch best wel gemotiveerd ben hierin. Vindt het leuk. Vindt het nog steeds leuk. Ik doe het nu al bijna een jaar. Volgens mij zit ik nu bijna op mijn 50ste weekvlog. Dus ik ben bijna een jaar bezig al met iedere week een dit zondagmorgen praatje te doen. Volgens mij zit ik op bijna 50. Volgens mij is volgende week of zo, over 2 weken, zit ik op mijn 50ste. Ik zit nu geloof ik 48, 49, 50, 52. Bijna een jaar. Ik kan wat er vieren. Hoe leuk is dat? Ja. Leuk. Nou, nogmaals. Veel leuk. Dan zie ik jullie in ieder geval volgende week zondag weer. Dan geef nogmaals blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. En dan zie ik je volgende week. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao, ciao.